Dag Skelte, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gay Vlaanderen 2015. Ik ga je nu even enkele korte vragen stellen. Mijn eerste vraag is, wat was het mooiste moment in je leven tot nu toe? Dan denk ik dat ik ga antwoorden de dag dat ik mijn vriend heb leren kennen. Ik heb een heel sterke relatie, dus dat is voor mij nu het superbelangrijk ook, dus dan ga ik die dag zeggen. Wanneer bent u voor het laatst boos geweest? Daar kan ik niet direct op antwoorden. Echt boos word ik eigenlijk nooit niet. Ik kan dan wel eens ambetant en kattig zijn natuurlijk. Maar ik denk dat ik ook niet rap boos word, dus daar ga ik geen een dag op kunnen geven. Bent u gelovig? Ik ben niet gelovig, maar ik kan wel verstaan dat er iets zal zijn natuurlijk, anders zou er ook allemaal niet zitten. Maar ik ben niet bepaald gelovig in een bepaald geloof of zo, dus nee. Okay, en hebben we nog twee korte vraagjes. Een hond of een kat? Geen een van beide. Ik ben niet echt een dierenmens. En als u dan toch als een dier zou moeten terugkomen, welk dier zou het dan zijn? Er zijn geen dieren dat je graag hebt, maar zou er een dier zijn waar je zou willen terugkomen? Dan zou ik een vlieg willen zijn. Ik ben al vrij benieuwd ook naar van alles, dus dan zou ik kunnen rondvliegen en rondsnesteren. Oké, dank u wel voor dit interview, Skelte.